De laatste attracties worden in elkaar gezet en dan kan de Eindhovense kermis komende vrijdag van start gaan. Met ruim 90 attracties is er op Park Hilaria voor ieder wat wils. Exploitanten hebben er zin in. Nou ja, Park Hilaria ligt bij mijn kinderen op de eerste plaats, hè? Dat is een hele leuke kermis. Die leven we eigenlijk al in de winterperiode qua pachten. Dan gaan we onze route bepalen. En dan is Eindhoven wel een van de kermissen die je toch wel op je route wil hebben. Ja. Ja, de afgelopen dagen is het natuurlijk behoorlijk slecht weer geweest. Dus de opbouw is best pittig. Alles is nat en zacht. Dus wij zijn heel hard aan het werk om weer op tijd klaar te zijn. Maar dat gaat ons zeker lukken. Nog veel werk aan de winkel dus voordat de eerste bezoekers op vrijdag een ritje kunnen maken. En net als de prijs in de supermarkten aan de pomp is ook de kermis duurder geworden. We hebben vastgestelde maximale ripprijzen. Dus een rip mag hier niet meer dan €6 kosten. Als je gaat kijken landelijk gezien wordt alles wat duurder. En het zou heel raar zijn als de kermis daar op de uitzondering op de regel blijft. Want ook wij kopen datzelfde brood en tanken diezelfde dieselolie. Dus als we dat allemaal een beetje met elkaar, en alles wordt wat duurder in vergelijking met elkaar, dan zal het denk ik wel meevallen. Maar ik ben bang dat ook met Park Hilaria, er zijn wel afspraken over gemaakt, maar zal het wellicht iets duurder zijn als voorgaande jaren. Een goed gevulde portemonnee is dus wenselijk, al speelt het weer natuurlijk ook een grote rol komende week. Natuurlijk, de afgelopen weken was het niet ook heel erg lekker weer. De vooruitspellingen zien er ook matig uit. Maar de tweede helft van de week lijkt het goed te komen. Ik ben natuurlijk geen weervrouw. Maar ook hier met een regenjas is het erg fijn. Bij ons is het lekker droog. Dus goed. Maar de mensen moeten natuurlijk wel eerst naar Park Hilaria komen. Dus als ze hier eenmaal zijn, dan voorzie ik voor ons weinig problemen. Als ze nog moeten komen, dan zal het voor ons allemaal iets minder zijn. Maar daar heb ik een spreekwoord voor. Het weer bepaalt het weer. Dus we gaan het zien. Park Hilaria trekt jaarlijks zo'n 450.000 bezoekers.